Dag lieve mensen van Kane um, Ja, even weer een update. Hier zit ik weer. Ik zit nu ergens anders. Want mijn kamer is weer overhoop gehaald. En ik was niet tevreden met de inrichting. Dus vandaar een andere achtergrond. Um, even een update over mijn gezondheid. Want ja, daar was uh, redelijk wel naar gevraagd door jullie. Vorige keer in de video heb ik een beetje vaag aangegeven dat er wat met me aan de hand was. En um, daar ga ik nog steeds vaag over doen. Ik ga niet in al te veel details treden. Maar ik was heel erg bang dat ik er een aandoening bij zou hebben. En dat was gelukkig niet zo. In ieder geval niet voor zover ze hebben kunnen zien. Um, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar mijn klachten destijds vandaan komen. En sindsdien is het gewoon een rollercoaster aan. Ja, van mijn gezondheid. Het stomme is, ik ben. Um, nou, dat heb ik volgens mij in de vorige video ook gezet. Mijn stem nu, ik denk dat ik al wel zo'n zes maanden niet mijn normale stem heb ge gehoord. Ik ben constant, zit ik verstopt. Ik heb constant, het, klink ik alsof ik een hete aardappel in mijn keel heb. Het is echt verschrikkelijk. En ja, ik, dat komt door mijn allergieën. En ik heb jullie volgens mij al eerder uitgelegd dat mijn allergiewaarden. ...360 keer zo hoog zijn als die van een normaal persoon met hooikoorts. En dat komt echt letterlijk maar bij een handvol mensen voor in Nederland. En het is zo achterlijk hoog. 24-7 zit ik ermee. En het is natuurlijk het pollenseizoen. Er zijn graspollen en de bomen hebben gebloeid en weet ik wat allemaal. En dan is het gewoon heel heftig. Maar het vervelende is dat het gewoon zich uit heeft gestrekt over een hele lange periode. En dat is nu de grootste boosdoener waarom ik me altijd zo klote voel. Vanmiddag heb ik daar overleg over met de, met de huisarts... en gaan we kijken of we in mijn medicatie iets kunnen veranderen. En ik neem natuurlijk dagelijks medicatie daarvoor, maar het is gewoon zo heftig. Als je me nu ziet zitten, dan zou je denken dat ik, dat ik zware griep heb of zo. Ik ben afgelopen week ben ik op vakantie geweest naar Terschelling... En het was super fijn. Want je zit daar gewoon in de zeelucht. En we zaten op twee hoog in een appartement. En daar heb je sowieso veel minder last van pollen. Um, en ik voelde me daar gewoon bijna normaal. Ik voelde me bijna normaal functionerend in mijn lijf. Tenminste, voor mijn doen. Ik bedoel, het is niet normaal. Maar ik voelde me gewoon zo'n stuk beter. Ik kon met gemak kon ik stukken lopen. En dat kan ik hier niet. Ik kon gewoon. Weet je, in mijn gang gaan en mijn conditie aansterken. Want ik had gewoon veel minder last van mijn allergieën. En als ik zoveel last van mijn allergieën heb, hier, en ik ga dan lichamelijke inspanning doen. op een gegeven moment dan kantel ik gewoon om. Dan is het op. Dan is echt, het is zo'n fucking grote aanslag op mijn lijf. Constant, 24-7. Dat ik er helemaal gek van word. Ja, maar ook even ter vergelijking. Ik ben best wel heel erg bruin. Je kunt het misschien eens in het het ligt een beetje slecht zien. Maar als je in mijn hoofd kijkt, ben ik hartstikke bleek. En ik ben gewoon heel erg met mijn kop ook in de zon geweest. En zelfs hier ziet het er anders uit dan op mijn gezicht. En dat komt gewoon omdat ik, omdat ik lichamelijk echt heel slecht ben op het moment. Nou, en dus er spelen wat andere dingen wat ik jullie liever niet wil vertellen. Maar wat echt zwaar op mijn schouders steunt. En ik heb gewoon heel veel aan mijn hoofd, echt heel veel. Er dus speelt gewoon heel veel. En dit komt erbij en is er gewoon al door. Dus ik ben ja, constant bezig met me gewoon iets beter te proberen voelen. En ik neem dit trouwens op met een andere software dan dat ik normaal doe. Want voor sommige redenen, mijn pc wil uh, niet mijn box herkennen. Hij had moeite met mijn microfoon. Hij um, zag de webcam, ziet hij niet in OBS. Wat ik echt niet snap. Dus ik neem dit op met de ingebouwde software die erbij zit. Um, mijn Sony Vegas is helemaal overstuur. For some reason geeft hij constant aan dat hij niet genoeg uh, memory heeft. Wat wel het geval is, want de specs van mijn PC zijn prima. En ik had ervoor... Uh, uh, de laatste video die ik gemaakt heb, had ik er geen problemen mee. En toen ging ik een nieuwe video maken en ineens is alles is, is weg. Nou, ik moet dat dus helemaal opnieuw installeren en uh, ja, uitvogelen wat daar het probleem is. Maar een heleboel dingen werken nu dus momenteel niet. En ik wilde gewoon heel graag weer video's gaan maken... Maar dat lukt me momenteel dus ook gewoon niet. Ik kan alleen dit soort praatvideo's nu maken. En dan hoop ik dat ik het kan editen. Anders dan moet ik het echt gewoon ongeëdit het internet opgooien. En dat vind ik echt niet tof. Dus dat is eventjes wat ik jullie wilde vertellen. Ik, ik wou dat ik een betere update had. Maar ja, ik heb um, op vakantie hele leuke vakantieplannen... Of uh, plannen voor mijn YouTube kanaal heb ik uitgeschreven. Ik kan de tweet hieronder wel even linken. dan kan je het zien. Um, maar daar heb ik gewoon van alles ingezet Wat ik heel graag wilde gaan doen op mijn kanaal als ik weer terug was op vakantie. Want ik voelde me gewoon een stuk beter daar. En ik dacht van dit moet ik volhouden. Ik moet thuis ook gewoon weer actief blijven. Zodat ik mijn conditie goed op pijl haal. Want ja, als ik ziek word dan stort het meestal gewoon weer in. En dan mag ik weer overnieuw beginnen met het opbouwen ervan. Um, en ik was gewoon super enthousiast. En ik ben twee dagen thuis. En het gaat zoveel slechter dan op vakantie. Dat ik er gewoon echt van schrik en dat ik uh, ja, de gigantisch van baal, maar ook even mijn excuses wil aanbieden dat ik weer gezegd heb van jongens, dit en dat komt eraan en vervolgens lukt het me gewoon niet uh, geloof mij, ik vind het het meest vervelend van allemaal en ik wil niks liever dan gewoon leuk mijn video's gaan maken en ik heb zoveel ideeën, zoveel dingen die ik graag als video wil maken maar alleen deze video al, kost me zoveel energie en moeite en ik heb ja. Uh, ik ga niet dood of zo, jongens. En het, het, ik kan wel zeggen, het valt allemaal best mee. Het valt allemaal niet mee. Maar ik kan ermee leven, laat ik het zo zeggen. Er gebeurt niks met mij. Maak je niet zorgen om mij. Het komt allemaal best wel weer goed. Alleen, het is ontzettend vervelend. Het is gewoon 24-7. Toffe ellende. En ik kan helemaal niks. Ik kan, niet, uh, ik kan niet normaal lopen momenteel. Ik hou mijn hele korte stukjes weer vol. Ik eet slecht. Ik slaap slecht. Gewoon fund me starten, dat ik weer op vakantie kan ofzo, weet ik veel. <laughs> nee, grapje. Um, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en voor de steun al door. Want elke keer als ik ook maar iets zeg over mijn gezondheid, dan krijg ik meteen een heleboel steun van jullie. Wat ik echt geweldig vind, want dat helpt toch wel. Je voelt er heel vaak heel onbegrepen in zulke situaties. Uh, een heleboel mensen die hebben dan zoiets van, nou heb je haar weer hoor, met haar, uh, met haar zielig doen. Maar ja, dat is het gewoon niet. Ik kan daar op het moment ook niet zo heel veel aan doen. Dus um, heel erg bedankt voor alle steun. En ik zie jullie in de volgende video weer. En nogmaals, maak je geen zorgen. Het komt wel goed. Doei.